leuk, hè? Wilde zwijnen voeren, zomaar ergens midden op de Veluwe. Maar helaas, daar komt echt alleen maar ellende van. Want dit zijn de zwijnen die een jager als eerste moet afschieten. Zwijnen zijn altijd op zoek naar voedsel. En als u ze voert, dan wennen ze daar graag aan. Maar dan verliezen ze hun natuurlijke schuwheid. En dat is misschien het ergste wat u ze kunt aandoen. Want dan kan je nooit meer afleren. En voortaan denken die zwijnen, mensen, ha, dat is voedsel. En daarmee begint hun drama. Als u straks naar huis bent, komen zij terug. En als ze niemand meer vinden, gaan ze op zoek naar het makkelijke voedsel. Naar u. Daarmee worden ze een eenvoudige prooi voor stropers en veroorzaken ze gevaarlijke situaties voor mens en dier, binnen en buiten het bos. De dieren komen op niets vermoedende wandelaars af die zich doodschrikken, want een zwijn kan ook flink bijten. Het geluid van auto's associëren ze nu met mensen en dus met voedsel. Daarom lopen ze zo naar aankomende auto's toe, want daar zijn ze nu niet meer bang voor. Met als resultaat vaak dodelijke ongelukken, ook voor mensen. Om dit te voorkomen moeten deze dieren afgeschoten worden. Heel jammer. En helemaal niet waar u op uit was. Misschien moeten we weer leren om de natuur te respecteren. Daar zijn veel leuke mogelijkheden voor. Laat je eens meenemen door een boswachter of een natuurgids die daar alles over kan vertellen en die je op de mooiste plekken brengt waar je ineens oog in oog kunt staan met een zwijn of een edelhert. Midden in zijn eigen wereld en vaak ook heel dichtbij. En zonder iets te verstoren. Dat is een indrukwekkende belevenis. Natuurlijk zijn er ook veel wildobservatieposten waar je zo zelf naartoe kan. Dieren zijn prachtig om te zien en helemaal van dichtbij. Dat willen we allemaal. Maar laten we hun wildstatus respecteren en het daarbij behorende schuwe gedrag. Als je gaat voeren, dan teken je hun doodvonnis.